Zeg eens A, zeg eens A. Ik heb pukkels op mijn armen, vreemde krampen in mijn darmen en een kriebel in mijn keel. Zeg eens A, zeg eens A. Ik heb vlekken voor mijn ogen, tepelkloven van het zogen en ik plas de laatste tijd wel heel erg veel. Is er soms iets met mijn nieren? Zijn het schilden van de kleren? Dokter, kijk eens naar mijn buik. Heb ik soms iets aan mijn longen? Is die ader soms gesprongen? En ik ruik de laatste tijd niets als ik ruik. Zeg eens A, zeg eens A. Heb ik suiker of is het kaal? Waarom kwijl ik als ik zever? Ik heb heel wat op mijn lever. Zeg eens A, zeg eens A, zeg eens A. Nou, eens even kijken. Aan de bewoners van dit huis die graag prijzen winnen. Nou ja. Af 523 gulden. De saldo tekort. 63,80 gulden. Saldo tekort? Wat zullen we nou hebben? 523 gulden naar de Rabobank. Waarom moet jij geld overmaken naar de Rabobank? Hé? Oh, dat zou voor de garage wezen. Garage? Was die auto nog niet afbetaald? Ja, natuurlijk. Of was dat wat de dokter moest betalen voor dat gescharrel met die draadjes? Ah, wel nee, dat was een andere auto die ze per ongeluk had meegenomen. Nee, ik heb gewoon even naar het stadslot laten kijken en... Nou ja, toen zei die man dat het ook wel verstandig zou wezen om dan meteen maar... nieuwe kogelagers in het achterasje te zetten. Wat heeft een stadslot te maken met de kogelagers van het achterasje? Ah, dat begrijp je toch niet. Jij hebt geen verstand van auto's. Nee, maar wel voor rekeningen. Zal ik jou eens wat zeggen? Die auto die gaat weg. Weg? Maar... Niks maar! Eerst is je achterlicht geboord en dan blijkt dat er een nieuwe kruiskoppeling in moet. Dat heeft een achterlicht al te maken met een kruiskoppeling. Dat heeft er net zoveel mee te maken als een stadslot met een voorarts of een achterarts of een zijarts. Jij hebt een zeepert gekocht en daar heb ik verstand van. Hier, 500 gulden die we gespaard hadden voor onze vakantie. Ja. He? En ik heb het jou gezegd hoe je dat ding kopen wou. A, we hebben hem niet nodig. B, we kunnen het ons niet permitteren. C, ik ben niet van plan om onze zuurverdiende centen naar een of andere garage te laten slepen. Maar die auto is nou weer pico bellen, in orde? Nou, dat is prachtig. Dan kan je hem goed verkopen zonder dat je gewetensbezwaren hebt. Nee, dat vind ik zonde. Als ik hem nou verkoop, dan moet ik er geld op toeleggen. Als je hem nou niet verkoopt, dan blijf je erop toeleggen. Ach, Mien. Het is toch makkelijk om een autootje te hebben, hè? Hé, meid. Gaan we lekker in het weekend lekker toeren, hè? Als jij zo nodig moet toeren, dan koop je maar een fiets voor me. Dan gaan we in het weekend gezellig fietsen. Dan blijf je nog gezond ook. Min, luister nou. Nee, ik luister niet langer. Nou luister jij. Die auto die gaat terug naar waar die vandaan gekomen is. Of ik ga terug naar mijn moeder. Goed. Zal ik je wel even brengen met de auto. Min! Naar de moeder terug. Arme mensen, zal 3 jaar dood. Goedemorgen. Achter wie ben ik? Achter u. Nou, denk ik eens een keer de eerste te zijn. Nou, moet je ook net het openbaar vervoer hebben? Ja, ik ben al om 8 uur van huis gegaan. Ja, ik moet met lijn 2 zitten. Maar, wat kwam er? Eerst 3 lijnen 1. Ja, en na 20 minuten kwam pas de eerste 2. Afgeladen natuurlijk. Ja, ik kon er net nog in. Met mijn jas tussen de deur. Nee. En dan denk je, hè, toch nog? Hè, ik heb de tram. Stopt die! Blijft die 10 minuten staan omdat er ergens een straat is opengebroken. Nou, mensen in de zenuwen die naar hun werk moeten, hè? Hup. Dus ik zeg tegen die conducteur, ik zeg, conducteur, kan je me er hier even uitlaten?
want ik heb haast en ik kan het vlugger lopende. Wat denkt u dat hij zegt? Wat denkt u dat hij zegt? Kan niet, meneer. Het is hier geen halte. Nou, dan vraag ik je toch. Ik zeg, conducteur, weet je wat ze bij het openbaar vervoer moeten doen? Op elke tramwagen een hartspecialist neerzetten, want ik krijg van dat openbaar vervoer, krijg ik een infarct. Ja, maar dan niet meer dan één hartspecialist per wagen, hoor. Niet twee op één wagen, want dan krijgen die weer ruzie over de diagnose. Weet je wel? Maar trouwens, een hartspecialist gaat niet met het openbaar vervoer. Hij wil geen infarct. Voel je? Morgen, dokter. Morgen, morgen. Gaat u zitten. Jan? Ze hebben nou een bioop. Ga weg, poepel op. Ik heb gebeld voor de volgende patiënt. Tja, dat klopt. Ik ben die volgende patiënt. Wat is er dan met je? Wat heb je, weer ziek? Nee, ik pak hier niks. Ik wilde alleen eens eventjes rustig met jou praten. Tja, je hebt het altijd zo druk. Dus als ik niet netjes in de wachtkamer ga zitten, weet ik niet hoe ik jou te spreken moet krijgen. Nou zeg, zit je nou niet ontiegelijk te overdrijven? Waarom was jij dan vanmorgen niet aan het ontbijt? Verslapen. Ja. Nou, kan niet wachten tot vanavond? Nee, vanavond ben ik er niet en het heeft haast. Oké. Nou, doe dan maar. Vlug, hè? Wat is er? Nou, joh, schiet op. De wachtkamer zit vol. Ik heb weinig tijd. Oh, en jij neemt altijd zo de tijd voor je patiënten, zeggen ze. Gert-Jan, nou is het uit. Schiet op of hoepel op. Ik ben bezig. Nou, ik wou eventjes 1000 gulden van je lenen. Je krijgt ze terug. 1000 gulden? Ja. Wat heb je in godsnaam 1000 gulden voor? Zeg, jij hebt toch geen schulden gemaakt, hè? Nee, ik heb geen schulden gemaakt, maar ik maak nooit schulden. Oh, goed. Ik wilde een tweedehands autootje kopen om samen met Klaartje op vakantie te gaan. Wat? Wou jij de weg op met een wrak? Klaartje is geen wrak. Ja, ach, nee. Maar een auto van 1000 gulden, dat is wel een wrak. Ach, wel nee, je hebt tegenwoordig... Ach, nee, zeg geen sprake van. Klaartje heeft ook nog wat geld en ik heb zelf nog wat, dus dachten we... Dus. Jullie denken overal zo makkelijk over. Ach, lieve jongen, de kosten van een auto zitten hem toch niet in de aanschaf, dat zit hem in het onderhoud. In de benzine, de wegenbelasting, de verzekering, ga maar zo door. Zeg, mam, liever 7000 gulden zeg voor een autootje. Ik betaal het je terug, hoor. Ja, waarvan? Typisch voorbeeld van verwende welvaartskinderen, dat zijn jullie. Helemaal niet, ik ga er toch zelf voor werken? Oh, mooi, fijn. Kan Moe nog jaren langer je studie bekostigen, hè? Omdat meneer de student moet werken voor een auto. Nou, kan ik je voordeliger die 1000 gulden zo geven? Nou, doe dat dan. Oh nee, zeg, denk er niet over. Geen haar op mijn hoofd die eraan denkt. Ik werk er niet aan mee dat mijn zoon zijn leven en dat van andere mensen op het spel zet in een tweedehands wrak. Helemaal geen wrak. Wat weet jij nou van auto's? Voor 2000 gulden kan je een puiken eend op de kop tikken. En aan het onderhoud betaalt Klaartje ook mee. Die werkt ook. Ja. En als het nou eens uitraakt met Klaartje? Moeder, dat gaat nooit meer uit. We zijn van plan om te gaan trouwen. Nou goed? Nee, dat vind ik helemaal niet goed. Daar ben ik helemaal op tegen. Ik ben erop tegen dat mensen trouwen voordat ze behoorlijk hebben geoefend. Nou, we oefenen anders elke dag. Ja. Nou, dat soort oefenen, dat bedoel ik natuurlijk niet, hè? Oh. Ik bedoel niet samen slapen. Ik bedoel samen wakker zijn. De godganse dag. Dat moet je behoorlijk oefenen voordat je zelf maar aan trouwen denkt. Mam, we willen niet morgen trouwen. We willen vandaag een tweedehands eentje kopen. Nee, nou, kan ik nou die 1000 gulden van je lenen, ja of nee? Je hoofd, vergeet het, geen soe. Je bekijkt het maar, hoor. Trouwens, ik dacht dat wij met z'n allen op vakantie zouden gaan. Naar het huisje van Hans en zuster in Zuid-Frankrijk? Of gaat dat nou allemaal ineens niet meer door? Jawel, jawel, dat ook. Maar, nou ja, zeg, de wachtkamer zit ontzettend vol, hoor. Ja. Ik leg het je later nog wel eens uit, hè? Ja. En verdorie, hier kan ik ook al niet rustig met je praten. Oh, God. Ik geloof dat ik oud voor. Nou ja, volgende patiënt. Hé, wacht even. Mag ik nog een boterham? Ik heb nog niet ontbeten.
Oh, nou, ga daar dan nog maar even zitten. Ja. Ik weet niet of die koffie nog goed is, hoor. Moet ik nu weer zetten? Ja, bent u nog gek? We hebben wel wat anders te doen. Nee hoor, laat die maar, mevrouw Dobbelsteen. Ik neem deze wel. Oh Hans, goed dat ik je nog zie. Kan ik even 1000 gulden van je lenen? Tuurlijk, kerel. Mogen het ook checks wezen? Ja, ja, natuurlijk. Hé, hey, waar heb jij 1000 gulden voor nodig? Ik wilde een tweedehands autootje kopen. Wat? Oh, je wilt echt 1000 gulden lenen? Ja, dat verandert de zaak. Oh, dus je wilt me geen 1000 gulden lenen? Nee. Nou, goed, dan moet je het zelf maar weten. Wat bedoel je? Klaartje en ik willen graag samen op vakantie. Samen? Ja. En we zouden met z'n allen naar Zuid-Frankrijk, naar het huisje van Hans' zus. Jawel, dat gaan we ook. Maar niet de hele vakantie. We willen, nou ja, een beetje vrij zijn. We willen er op eigen gelegenheid naartoe en dan na een week weer eens verder naar Italië of zo. Hé, hey. Hey, dat is een goed idee. Niet waar? Dat bedoel ik maar. Ja, jij en mama zullen het toch ook wel eens lekker vinden om een weekje alleen te zijn. Maar ja, dat gaat nu natuurlijk niet door. Ja, als je het zo bekijkt. Hm? Ja. Ja, daar heb ik best 1000 gulden voor over. Ja, zeker als ik ze terugkrijg. Hans? Ja? Ik ben er ook nog. Ach, ja, natuurlijk. Nou, vertel het maar hoor. Wat is jouw tarief, hè, als je ook op eigen gelegenheid gaat? Hè? Oh, je hoeft je door haar niet te laten chanteren hoor, Hans. Die is er toch nooit. Zit de godsganse dag bij een of andere boer om een knol te helpen bevallen op zijn schapen te hoeden. In ieder geval hoef je door haar niet te laten chanteren. Ja, zo is dat. Voor mij heeft niemand last en dat kost je geen cent hoor, Hans. Maar ja, ik kan me best voorstellen dat je er 1000 gulden voor over hebt om meneer daar een weekje niet over de vloer te hebben. Als ik geld had, kocht u hem zelf uit voor een jaar of twee. Ah, schatje. Heb je al een wagentje op het oog? Ja, je kan het te gekke tweedehands eend krijgen. Oh, nou als je maar laat keuren door de ANWB. Ja, of neem iemand mee die er verstand van heeft. Hé, hey, is hij gedekt? Laat jij je nou maar niet een zeepert in je handen drukken. Nou ja, daarom vraag ik of hij gedekt is. Nee, Gert-Jan, ik meen het. Laat je niet neppen. Nee joh, ik vraag of Koos meegaat, die heeft er verstand van. Mevrouw Dobbelsteen, zou u een Koos willen vragen? Mevrouw Dobbelsteen, wat is er? Is er iets met Koos? Toch niet weer door zijn rug gegaan? Nee, hij heeft me ingerouwd. Ingerouwd? Koos? Sophie. Is Koos er met iemand anders vandoor? Ah, oh nee. Dat zou ik trouwens helemaal niet zo weer vinden. Oh. Hij heeft me ingerouwd voor die zeper van de maand, voor die klerenauto. We hebben dit kring nog niet eens 2 weken. En nou al 523 gulden reparatiekosten. Voor een achteraan zit het startslot of een god weet wat. En toen zeg ik vanmorgen, dat kring gaat terug naar waar hij vandaan gekomen is of ik ga terug naar mijn moeder. En toen zegt hij, zal ik je even brengen met de auto? Oh, ja, maar dat was toch maar een grapje? Koos is toch veel te dol op u? Ja, nou, als hij zo dol op is, dan zou hij weten dat mijn moeder al meer dan 3 jaar dood is. Nou, dat is niet om te lachen. Nou. Ja, daar krijg je van, hè, als je tweedehands auto's koopt. Inderdaad. Ja. Zeg Gert-Jan, ik zou maar eens informeren of de moeder van Klaartje nog leeft. Wat heet, ze heeft ook 2. 2? Ja. De ouders zijn gescheiden en de vader is hertrouwd. Goed, ik ga er eens vandoor. En toch vind ik het hartstikke idioot, als je dat maar weet. Wat nou weer? Een auto kopen voor de vakantie. Ik vind het schandalig, als er niet genoeg van die stinkdingen op de weg zijn. Ja hoor, dat kennen we van je. Madame is tegen auto's. Oh, wat is madame tegen auto's? Ze wil niet eens de rijbewijs halen. Wil ik ook niet. Nee, maar wel lekker meerijden met Hans en mama. Ja, die auto rijdt toch. En trouwens, als ik geld genoeg had, ga ik liever met het openbaar vervoer. Prachtig hoor, die principes. Hou er zo. Zeg, zal ik je een beetje geld lenen voor de trein? Nee, ik laat mama en jou niet alleen in die auto. Anders vrijen jullie nog de pletter tegen een boom. Ik ga mee voor de veiligheid. Oh, 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 wat zijn we toch principieel. Ja, zeker. Het is heel wat anders om mee te rijden met een auto die toch rijdt dan weer een auto meer op de weg te zetten. Het is geen auto meer, het is een tweedehandsie. Ja, een tweedehandsie. Dat is maar al te vaak geen auto meer. Ik zou hem die 1000 gulden niet lenen hoor, Hans. Bemoei jij me met je eigen zaken? Ik vind het schitterend dat je de wereld wil verbeteren, maar begin alsjeblieft niet met mij. Oh. Let jij nou maar goed op die cheque en onthoud wat je me beloofd hebt. Hè? Jullie blijven niet langer dan een week plakken. Afgesproken. Zeg Hans. Ja? Voor 2000 gulden komen we helemaal niet. Dat gaat niet door, kereltje, want ik gok er namelijk op dat jullie met zo'n tweedehandsie Zuid-Frankrijk niet eens halen. Wedden? Nooit gokken als je schulden hebt. Hé, laat je niet neppen.
Gaat het weer een beetje, mevrouw Dobbelsteen? Ik ga een nieuwe koffie zetten. Wil u ook een bakkie? Graag. Gaat nog wel even. Stef, hallo. Die zoon van mij begint ook hartstikke gek te worden. Hé, hey, is er koffie? Dobbelsteen is aan het zetten. Oh. Hey, hij komt vandaag bij mij op mijn spreekuur. Omdat hij anders nooit tijd heeft om met mij te praten. Oh. Nou, ik schrik natuurlijk, hè, zoals de goede werkende moeder betaamt. Ik denk, ah, god, wat is er met die jongen? Heeft hij wat? Is hij ziek? Of geef ik hem wel de aandacht waar hij recht op heeft? Nee, je maal. Hij wil gewoon 1000 gulden lenen. Wat? Ja. Is die nou helemaal belaagd? Ja, dat moet ik geloven. De smiecht, hè? Ja. Zeg, wat wil die kopen? Een Rolls Royce? Ja, nee. Ik heb hem ook net 1000 gulden geleend. Heb jij hem die 1000 gulden gegeven? Ja. Zeg, wat zullen we nou beleven, zeg? Hé, ben je helemaal gek geworden? Ik weiger hem die 1000 gulden, jij geeft ze. Ja, maar ik wist niet dat hij eerst bij jou geweest was. Ja. Nee, heeft hij dan wel gezegd waar het voor was? Hij wil met Klaartje een tweedehands autootje kopen. En dan geef je hem zomaar 1000 gulden? Je vraagt niet eens een keertje, zeg, joh, wat vindt je moeder daarvan? Nee. Nee, dat is eerlijk gezegd niet bij me opgekomen. Ja, die jongen is 22. Aan een vent van 22 vraag je toch niet, wat vindt je moeder ervan? Dan vraag je zo langzamerhand aan, wat vind jij van je moeder? Oh, wat leuk, mannen onder elkaar. Schijn er toch uit, Lidie. Wat is er nou tegen dat die jongen een leuk eentje koopt? Ja, daar wil ik hem best 1000 gulden voor lenen, hoor. Wat kan mij die 1000 gulden nou schelen? Nou ja, jij begrijpt ook nooit iets, hè. Het gaat me toch niet om die 1000 gulden? Het gaat erom dat ik het onverantwoordelijk vind zo'n jongen in een tweedehands wrak de weg op te sturen. Je ziet spoken, schat. Voor 1500, 2000 gulden kan je hele leuke eentjes krijgen. Die zakken niet in elkaar. En wat dan nog? En wat dan nog? En wat dan nog? Nou, goed, ik zou geen moment rust meer hebben. Je hoort het toch dagelijks op de radio? Je ziet het toch dagelijks op de tv? Wat? Nou, juist die jonge mensen, hè? S'avonds een lekker feestje gebouwd. De volgende morgen vroeg op pad om lekker door te racen in zo'n oud opgelapt lor. Knal. Ja, daar krijg je dan die ongelukken van waar de ANWB alarmcentrale dag en nacht voor mag uitdrukken. Ah, Gert-Jan is een verstandige kerel, hè? Je kan die jongen toch niet blijven betuttelen? Betuttelen? Ik heb nooit betutteld. Ik heb een gloeiende hekel aan betuttelen. Ik probeer mijn kinderen op te voeden. Nou, prachtig. Maar als je daar na 22 jaar nog niet in geslaagd bent, dan zou ik daar maar eens mee ophouden. En die jongen een beetje vertrouwen schenk. Ik vind het onzin om dat te... Dat vind ik niet. En dan moet jij je maar liever niet mee bemoeien, Hans. Ja, maar ik mag toch zeker... Nee, dat mag je niet. En dan nog geleken alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. 1000 gulden, hoe moet hij dat in godsnaam terugbetalen? Wat kan mij dat nou schelen, Lidie? Van mij betaalt hij ze terug als hij 80 is. Zet leuke aanvulling op mijn pensioen. Ja. Nou, daar heb je het nou, hè. Dat is het nou. Dat is dus precies wat ik bedoel. Jij laat de boel maar waaien. Ik? Ja, ach, zo'n jongen. Ach, die 1000 gulden. Ach, zo'n eentje. Ach, jeetje, zal die een jaartje langer over zijn studie doen? Nou, en? Ja, ik probeer mijn kinderen telkens verantwoordelijkheidsbesef bij te brengen. En jij ondermijnt dat telkens door daartussendoor te komen met dat vergoelijkende. Ach. Telkens, hè, Lidie, schijnt toch uit met je gedram. Ik wou die jongen gewoon een plezier doen. Gedram? Wel allemachtig! Als ik wil drammen in mijn eigen huis, dan dram ik. Het is mijn huis, het is mijn leven, het zijn mijn kinderen. En hebben buitenstaanders zich niet mee te bemoeien. Buitenstaanders? Oké. Deze buitenstaander zal zich nergens meer mee bemoeien. Gegroet! Van deze buitenstaander zul je nooit meer last hebben. Oei! Ach ja, mevrouw, dat waren dan zo mijn problemen. Wat zijn de uwe? Is dokter Landsberg er niet meer? Nee, dokter Landsberg is weg. Oh.
Nou, drinken we toch gewoon gezellig samen een kopje koffie, hè? Ja. Natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Gezellig. Heb u het boodschappenbriefje al? Nee. Daar ben ik nog niet aan toegekomen. Ik zal het zo meteen doen. Is er wat, mevrouw Dobbelsteek? Nee. Oh. Ik zal het eigenlijk ook maar zeggen. Ik ben weg bij Koos. Wat zegt u nou? Kijk vanmorgen de rekeningen na. 523 gulden reparatiekosten voor de auto. Toen zeg ik, die auto gaat terug naar waar hij vandaan gekomen is. Of ik ga terug naar mijn moeder. En toen zegt hij, zal ik je even brengen met de auto? Maar dat was toch een grapje? Ach, daarvoor ga je toch niet bij iemand weg? Nee, nou, daar zou ik nog maar even een nachtje over slapen. Hè? Waar? Dit is nood bij uw moeder. Mijn moeder is al 3 jaar dood. En daar gaat het nou juist om. Hij heeft zo weinig notitie van me, dat hij dat niet eens meer wist. Ja, maar misschien dacht Koos dan dat u een grapje maakte. Ik? Ja. Ja, als Koos weet dat uw moeder dood is en als u zegt ik ga terug naar mijn moeder, nou dan denkt hij toch dat u een grapje maakt. Zou u denken? Zo heb ik het helemaal nog nooit bekeken. Zou hij echt gedacht hebben dat ik een grapje... Oh, ik kan soms toch zo driftig worden, hè? Wat stom eigenlijk. Ja, ach ja. Je bent erg op elkaar gesteld. Dan heb je misverstand, eigenlijk helemaal niks bijzonders. Je zegt iets wat je helemaal niet eens zo bedoelt. Voordat je het weet, zeg je er... meest vreselijke dingen tegen elkaar. Kunnen mensen toch stom zijn, hè? Ja, eindeloos stil. Oh, maar dat hoeft u zich toch niet zo aan te trekken? Oh, maar u bent een schat, hoor. Maar ben je mal? Koos en ik, we hebben een beetje bonje gehad, maar dat hebben we zo vaak. Oh, dat hoeft u zich toch niet aan te trekken? Nee, dat begrijp ik ook wel, maar... Het is zo dat dokter Landsberg en ik... U en dokter Landsberg? En is hij? Oh, wat vind ik dat nou jammer. Verschrikkelijk! Ach, het zou wel ergens goed voor zijn. Ik voel het zo... Keurige mannen. Nou ja, u laten zitten met 2 kinderen. Wie laat wie zitten met 2 kinderen? Dokter Landsberg. Wat? Heeft al zijn vrouw met 2 kinderen laten zitten? Wist jij dat, man? Wie dan? Je moeder. Wat, is Hans weg? Ja. Heb je ruzie gemaakt? Ja. Erg? Heel erg. Zo erg. Nog erger. Hij is weg. Oh, stommaard. Nou, vertel het maar eens aan je moeder. Sommige dingen vertel je niet aan je moeder. Opzij! Koos?
Ik heb de auto ingehaald voor een picobello nieuwe fiets. Voor jou. Is het geen schoonheid? Oh, wat ben je toch een schat. Ik heb er maar 100 gulden hoeven bij te leggen. Wat een juweel, hè? Hé, ga je mee? Een proefrit? Nou, ik moet het even vragen, hè? Ik ga het even vragen. Ja, goed. Dat was Koos, die schat. Hij heeft de auto weer gedaan en hij heeft van het geld de Spiksplint een nieuwe fiets voor me gekocht. Mag ik hem even gaan proberen? Ik ben in een kwartiertje weer terug. Natuurlijk, ga maar gaan. Het is weer helemaal goed tussen ons. Hij heeft precies gedaan wat ik hem gezegd heb. Ik ben toch zo happy als ik weer iemand met mijn fiets. Neem niet kwalijk hoor, ik dacht helemaal niet aan uw eigen sores. Dat ben ik toch egoïstisch, niks, hè? Geeft niks, ga er maar gauw. Als ik de hemel met mijn fiets. Heb je daar al aan gedacht? Waarom? Wat doen we nou met de vakantie? Oh, god. Ja, nee, nou kunnen we ook niet meer naar het huis van onze zusje in Frankrijk. Nee, we gaan gewoon gezellig met z'n tweetjes op stap. Naar Griekenland. Oh, kind. Ja, je weet dat Gert-Jan de Klaartje gaat, hè? Ja. Hij is een auto aan het kopen, dus zak. Ja. Hij heeft van Hans 1000 gulden geleend om er één te kopen, wist je dat? Ja, daar weet ik alles van. Ja. Ik snap niet dat je dat zomaar goed vindt. Dat vind ik ook niet. Ja, hij is meerderjarig. Ja, nou, dat leidt je winst. Nou ja, dat moet hij zelf maar weten. Wij gaan gezellig met z'n tweetjes naar Griekenland. Wedden dat ik daar zo een schitterende nieuwe man voor je op de kop tik. Oh, kind in echte Griekse god, ja. Help. Hallo. Oh, hallo. Hé, hey, wat kijk jij, Sip? Hebben we nou aan elkaar gereden? Is Hans er niet? Nee, Hans is er niet, nee. Hoezo? Vervelend. Waarom? Nou... Ik wou hem even die cheque teruggeven. Wat? Is het uit, het Klaartje. Oh. Hé, hey, wat is er nou? Waarom lach je nou? Doe het soms weer niet goed. Ik dacht ineens, had je arme broeder er maar kunnen meemaken. Mijn meer voor racefiets. Nou, kom op, ik moet weer werken. Ja, meneer. Hé, hey, Nancy! Ik ben al weg. Oh. Ja, gelukkig. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Ik ben zo blij dat u er allemaal weer bent. Ja. Nou, u bent ook in een goede bui, maar wat dat betreft. Oh, ik loop op rozen. O, ja? Nou, mooi. Kom zo meteen maar even naar mijn spreekkamer. Dan zorg ik dat een lijstje klaar ligt. Ja, en gaat u nou maar gauw, want de wachtkamer zit stikvol mensen. Ik geef jou een boeketje rode rozen. Eén voor elke kus die jij mij gaf. Zo, dan gaat hij dan weer. Dokter, ik heb zo'n verschrikkelijke pijn. Hier. Gaat u zitten. Zeg eens A. Zeg jij nou eens B? Nee.